Ik heb zojuist in deze ruimte de training afgesloten van Berg en Partners met het op de achtergrond meneer Churchill met wakend ogen over de training. We hebben de 13 stappen doorlopen met deze mooie groep en ik had vandaag een hele mooie groep in deze vraag. En de vraag was eigenlijk, wanneer moet je nou eigenlijk je programmatuur aanpassen? Want programmatuur is natuurlijk ook heel erg zinvol in je brein. Want het is ontstaan om jou eigenlijk te beschermen. Nou zijn er twee redenen wanneer je zou kunnen denken aan het aanpassen van je brein en je technieken toepassen die we zojuist in de training hebben gevolgd. En een van de dingen is dat je merkt dat bepaalde breinprogramma's je heel veel kosten. Sommige breinprogramma's zorgen ervoor dat je biochemie, de stofjes die de energie genereren, meteen omhoog gaat. En dat kan soms ook wel eens overbodig zijn, maar dat je merkt van, goh, het kost me heel veel energie, deze programma's. En dat noemen we ook wel eens een energielek. Dus als je merkt, als je niet meer helemaal strak in je energie zit, dat is een goed moment om te denken van, hey, draait er geen hele dure programmatuur op de achtergrond? De andere reden is dat je in jezelf kan merken dat je geen stappen kan zetten die je eigenlijk zo heel graag zou willen zetten. Dat je steeds net wordt tegengehouden om de dingen te doen of op de manier te doen waarop je dat eigenlijk zou willen. En dus eigenlijk je gedrag een beetje gaat aanpassen, maar eigenlijk niet helemaal trouw bent aan jezelf of eigenlijk aan de wensen die je hebt. En dan zit je programmatuur je ook in de weg. En dat merk je omdat het dan niet helemaal lekker voelt. Of omdat je net niet verder komt, maar je snapt eigenlijk niet waarom. Nou, met deze twee redenen, of als je deze twee dingen merkt, dat is een mooi moment om je programmatuur te gaan aanpassen. Ik vond het een schitterende vraag vandaag en dat was een hele mooie om de training mee af te sluiten. Omdat deze mensen allemaal hebben geleerd hoe je dat dan ook aan kan passen. Op naar de volgende training. Het was weer een hele gave afsluiting vandaag.